Dus woei kicken door. Vandaag zijn we in Low Pick bij mijn boy Nicky Fleuten. So let's go! Nou Nicky, de welgestelde eerste vraag. Bij welke schoen dacht je van, yo, dit wordt wel een dingetje? Weet je dat nog? Ja, de Air Max 1. Welke Air Max 1? Deze. Toen de tijd, maar dan echt heel lang geleden. En dat is de Air Max 1, uit 87 bedoel je dan? Ja, of? Ja. Oké, okay, en toen? Ik zag die airbubble en ik dacht, wauw. De airbubble, dat was het ding. Want instant, dat was nog nooit vertoond, zeg maar. Ja, instant love, gewoon klaar, weet je wel. Ja? Maar ik denk in... laat, 99 zo, begon ik echt met verzamelen. Echt verzamelen. Mm-hmm. En dat was bij Foot Locker, weet je, in de uitverkoop, weet je, die Air Max'jes. Ja, die infraredjes ook, niet? Ja. In de sale. Ja. En dat had je toen nog. Er lagen gewoon schoenen die nu... echt, mensen zijn helemaal gehyped erop, weet ja. je. Toen lagen die gewoon nog in de zilver. Voor 40 gulden of zo. Ja. Gulden tijd nog. Dat, klopt. En dat was gewoon, en of pickyourshoes.com. Ja. Met zo'n ADSL-lijntje, weet je. Ja. Dit hoorde je zo. Dan ging je rustig, wanneer het overdag was in Amerika, ging je rustig. Air Max 1's, die Wings and Waffles. En welk jaar was dat ongeveer met die pickyourshoes? 2002, 2003. Dat was de toptijd, zeg maar. Ja, dat was wel mijn topcollect. Dat ik echt Air Max 1 echt massaal ja, dus ging verzamelen wel. Dus eigenlijk vanaf die tijd ging je eigenlijk echt los toen, ja, zeg maar. Ja, toen kocht je echt van alles, ja, of ja, niet? Maar toen kreeg ik dus mijn oudste dochter. Ja. En toen en de tweeling kwam er een jaar na. De tweeling? Ja, die kwam er een jaar daarna. Die hebben dezelfde maat als jij het hoorde, toch? Of niet? Die jongen, die heeft maar 10 jaar. Mijn dochter heeft gelukkig maat 38. Dus de volgende week komt... Nee, dan mis je al een paar schoenen, hè, of niet? Hij heeft er al 2 weggehaald, die staan in zijn kamer. Dus dat is... ja, in 2014-15 ben ik eigenlijk weer een beetje begonnen. Ja, 14-15 begonnen en dan tot denk ik nu, want ik zie heel veel nieuwe shit natuurlijk. Ja. Dus hoeveel paar heb je ongeveer? Mijn vrouw zit erbij, hè? Oh ja. Mevrouw, kunt u even naar de... Nee, ik denk 500 plus wel zeker. Ja, 500 plus, ja. Oké. Okay. Maar je hebt ook heel veel, wat je zei, die oude dingen heb je... ook verkocht, toch? Ja, maar ja. Hoeveel paar hebben we het over dan? 100 paar verkocht of 50 of? Ja, 200 denk ik. 200, zoveel? Ja. Die hebben weggedaan. Ja. Maar die waren echt kapot dan volgens jou? Nee, maar ook... Je hoeft ze niet meer zo of zo. Wat ik mooi vind... Oké, toevallig zitten er heel veel hype parts, maar dat is deze tijd. Eerlijk is eerlijk, wat je om je oren krijgt, general release hou ik ook van, weet je wel. Maar zelfs general release is tegenwoordig gewoon hype. Weet je wel? Als het goed is wel, ja. Dan ontkom je niet aan. Maar zoals bijvoorbeeld, ik had het over die Essex dan, over die Reeboks. Maar ook Diadora bijvoorbeeld. Ja maar Diadora had wat, ik denk, wat 4-5 jaar had supergoede jaren. Ja, ik denk een beetje in de tijd met die Essex. Hetzelfde gedaan denk ik met Essex, verkeerde beslissingen. Ja dat was heel goed met die pattencollabs, die waren supergoed. En toen opeens, het was gewoon helemaal niks meer. Maar hele goede collabs ook. Ja. En in één keer was het over. Ja. Maar het is toch jammer, toch? Met Essex ook goede dingen en dan is het opeens weer bagger. Maar dat maakt Nike denk ik ook wel groot. Gewoon, ja, het hele apparaat is gewoon goed. Nike is gewoon, het is gewoon de beste. Nike Swoosh, het is gewoon de beste. Daar bestaat ook het meeste uit. Ja, dat snap ik, ja. Dus, Zijn we bij Swoosh Hoekie, of niet? Ja. Tering. Wat is nou een van je favo's, MX 1? Dat vragen ze vaak, hè? Maar dat is best lastig kiezen. Dat is net als kies je favoriet kind, weet je wel? Als je dat 4 hebt. Dan zeg ik toch deze. Ah, van de oude paardjes. De Grey One. Book of Ones. Die mesh is gewoon heel mooi. Ja. Ja, het is gewoon... En die shape is gewoon goed. En de shape is gewoon top. Weet je wel? Maar dat zie je, ik kan eigenlijk niet kiezen. Maar dan hebben we deze nog. Pale Blue. Ja. Het is gewoon... Het is toch een gruwelijk kleurtje, dit. Ja, dit is denk ik qua materiaal en weet ik wat, echt. Dat is ook hard, hè? Dat er 4 in zit. Details en... Ja. Deze heb ik bij Concrete gekocht, ken je die man? Daarna, zeker. Ik bel op, ik zeg, heb jij die homegrowns? Hij zegt, ja, in 9,5 en 10. Ik zeg, die 10 wil ik hebben, ik kom nu vanuit Utrecht, kom ik naar jou toe, hou ze alsjeblieft vast. Hij zegt, is goed. Ja. Maar, met 2 uurtjes moet je hier zijn. Ja. Hey, je had geen scooter, geen auto, dit, dat. Moest met de openbaar trein. Vervoer, woep. Ja. Je was op tijd. Ik was op tijd, En je mocht eentje meenemen. En eentje meenemen, ja. Sick. Die grote jongen die je zag, dat is zijn eerste Nike. Ah, sick, echt? Als je toch een favoriete hebt, moeten we eigenlijk even daarheen. Ja,
ook. Dit is eigenlijk... Mini shoes, Bata. Ja. Vind je deze mooier dan de paarse? Ja, ik moet eigenlijk ja zeggen, want ja. Ik heb hem niet. Niet te betalen, man. En curry, is dat een nieuwe curry of oude curry? Deze? Oh, dat is de oude. Dat is nieuwe. Ja, ja, ja. Ja. Ik zou zeggen identiek. Ja. Misschien nog wel beter dan die vorige. Dat denk ik ook. Nou, alleen de mesjes. Nee, de mesjes nee, 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 is beter. Ja. Ja, ja, ja. Dat is de USA, weet je wel. Ja, keihard deze. Ja, maar jij zei dat je niet kan op... Volgens mij kan oplopen, kill. 120 kilo is anderhalf. Ik wil één beetje afvallen dan, hè? Maar ja, als kok kan je niet afvallen, hè? Dat is lastig. Hé, een dunne kok bestaat niet, hè? Dat is geen goede kok, dat toch? Dat is waar, dat is waar, dat is waar. Nicky. Ja? Nu zijn we de andere hoek. Yes. Ik zie heel veel Reeboks. Yes. Wat is de deal? Dit was 2015, was een anniversary release. Elke maand werden er wel twee of drie... Wat, deze kwam allemaal uit 15? Ja, allemaal uit 15. Oh, serieus? Dit is allemaal anniversary release. Okay. In 2015. Moet je deze eens ruiken. Ruiken? Nee, ruiken maar. Maar gewoon lekker. Ja. Je moet van het model houden, ben ik gewoon heel eerlijk in. Ja. Maar dit is gewoon... Ik hou van collabs. Het is gewoon echt mooi gedaan. Ja. Wat deze. En voel de kwaliteit maar. Dat is een mooie colorway ook. Ja, zeker mooi. Maar dit was een? Dit is van Extra Butter. Extra Butter, oké, okay, oké. Okay. Maar wat me gelijk opvalt, ik zie Diadora Jack & Jones. Ja. Wat is dat? Ja, dat is deze. En dan hebben ze een Diadora collab. Ja, die kwam er tussendoor fietsen, denk ik. Het is niet de alledaagse collab die je zo tegenkomen. Nee, Jack & Jones? Net als Diadora en CNA of zo, weet je wel. Ja, ja, inderdaad, ja. Hé, hey, wat zie ik daar? Wat is dat, Nicky? Nou, wat is dat? Die moet je kennen, toch? Hey, dat sick. Is denk ik voor Nederland de Essex Gel 3, denk ik, toch? Ja, top 3. Mooi paardje. Ja. Heb je je best op gedaan? Zeker. En die Food Patrol, een van de betere van het jaar. Ja. En dit vind ik ook mooi. Ja. Zo erin geprint. Dat heeft deze ook wel een beetje. Ja. Nee, die vind ik ook mooi, hoor. Die is ook best wel mooi, maar dit is toch veel mooier dan dit. Oh, je bedoelt die stance. Die stance, ja. Ja. Dus, ja, klopt man, die zie je er ergens niet eens van die pakken. Dus snap dat, je? Dat pakken. Deze, ik heb de groene versie. Stranger Things, toch? Ja, die groene heb ik geruild. Voor deze? Nee, deze had ik al. Die groene had ik geruild voor deze. Oké. Okay. Ja, die is ook mooi, hè? Echt mooi. Ja, maar het is wel zonde dat je groene niet hebt. Dan kon je naast die gele. Ja. Kan je alles hebben. En ik heb een hoop. Nou, Nicky. Zijn we bij top 5. Ik ben echt benieuwd naar je top 5. Dus let's go. Wat is de nummer 5 op dit moment? De nummer 5? Ja. Pakketje. Nou, dat is toevallig, Nicky. Ja. Ik ben benieuwd wat erin zit. Even kijken. Oh, we hebben toch een mesje nodig. Of een schaartje? Ja, dat mag ook. Nou, doe maar even zo. Je weet wat het is, hoor. Oh, wacht. Ik weet welke het is. Dat is wel een mooitje. Welke denk je? Ik weet het niet. Oranje? Of white. Ik weet niet welke of white. Nee, geen of white. Nee. Orange label. Oh. Maar waar heb je die vandaan? Uit Amerika? Sneakers door. Bij Vega. Vega? Is dat Vega? Het zit volgens mij in... België of Frankrijk? Nee, Frankrijk is het. Vega. Ja. Vega Skate Shop. Ken je die? Nee, die ken ik helemaal niet. Maar ik heb deze wel verkocht. Heb jij deze niet in store gehad? Nee, maar dit is SB, hè? Ja. Dus ik verkoop geen voel SB's. Voel mooie kwaliteit. Ja, jij kan deze op Instagram langs zien komen, ja. Die paars is ook heel mooi voor die. Ja. Maar dit is een High Pro ISO? Nee, dat weet ik niet. Dat is toch een... Is het een uitshort, nee, toch? SB? ISO. Toch iShot? Ik vind het, dat spul is wel een mooi spul. Nice. Die komt even tussendoor de top 5. Ja, af en toe komt er een pakketje. Oké. Okay. Deze ver weg uit de top buurt. 5, top 5, nummer 5, let's go. Dat is deze, beginnen we bij 5. Travis Scott. Dunk. Wat zegt het al? Deze is eigenlijk van mijn zoon. Dat zegt hij dan, want hij heeft, uh,
Hij heeft hem gewonnen, maar hij heeft hem niet betaald of hij heeft niet meegedaan aan Raffle of wat dan ook. A.k.a. hij is van jou. Hij is van mij. Ja. Je hebt hem nog niet gedragen, zie ik. Nee. Kom nog maar. Ja, ik denk het niet, want het is 9,5. Ja, mijn dunks vallen iets ruimer, toch? Ja, ik vind ze kleiner vallen. Maar ik heb het probleem met mij is, ik heb breed voet. Ja. That's it. Ja. Maar blijft nog altijd een mooie schoen. Keihard. 4. Nummer 4. Deze had ik me ingeschreven bij Oakium in Parijs. Mm-hmm. Nou, dan weet je ook wel dat het bijna niet te doen is om daar te winnen. Wat was het nou? Mijn dochter zegt, pa, ik wil naar Parijs. Ik wil naar de Eiffeltoren. Ja. Dus ik zeg, je bent gek, man. We gaan niet voor één dag naar de Eiffeltoren rijden. En nog niet binnen een half uur krijg ik een mailtje dat ik deze had gewonnen. Uit Parijs? Bij Oakium had ik hem gewonnen. Dus ik zeg tegen haar, let's go. Weet je wat? We gaan. We hebben de auto 's ochtends vroeg gepakt de volgende dag, want het was zaterdag ophalen. Vrijdag kreeg ik die mail. Ja. En met de kids, ja, allemaal. Eerst Eiffel of eerst opgehaald? Wat denk je? Eerst opgehaald. Juist. 3. Nou, deze. Weer een Travis. Ja, maar zegt het allemaal, hè? Ja, ik vind hem keihard. Ik heb deze zo ook, details, kwaliteit. Oké, laten we eerlijk zijn. Ook een beetje de hype, maar de trip ernaartoe was een Offspring. Nou, gast, ik weet dat ze 1000 paar hebben gehad. Bij Offspring 1000 paar? Ja, ja, ja. 1000 is veel, hè, vriend? Luister, we waren in Londen. Ik heb 5 uur erover gedaan van de parkeerplaats om naar de ingang te komen. Zo'n rij die niet zo stond, maar zo. Ja. En dan binnen op de trappen ook nog en binnen in de winkel ook nog. Dat was alleen zaterdag. Dus dat duurde wat 12 uur? Of 6 uurtjes heb ik erover gedaan om op te halen vanaf de parkeerplaats daarheen. Plus, ik had mijn vliegtuig terug al geboekt om een paar tijden. Ik was gewoon echt zenuwachtig dat ik hem nog zou halen. Had je hem gehaald? Ik heb hem uiteindelijk gehaald. Die maat van me die was met de auto, die heeft me heel snel naar Luton gebracht. Ja. Dus dat was een leuke ervaring. Dat was ook een leuke story. 2. Nederlandse bodem. Dit is uit een tijdperk dat hype en Instagram en bots niet bestonden eigenlijk. Dit is 2006. Ja, dit was gewoon. Op de een manier heb ik hem gezien en ik wou hem gewoon hebben. Het was gewoon. Ja, maar omdat het. Nee, gewoon de kleur, de combinatie. Ik ben ook hip-hop liefhebber. Ja. Dus de hele story erachter. Ja, en dat het gewoon van een Nederlands bodem komt. Laten we eerlijk zijn. En de team, laten we eerlijk zijn. Ja. Het is gewoon een mooie schoen. Klaar. Ik denk dat het voor zichzelf spreekt. Kom. Nou. En dan nummer 2. 1. Nee, nummer 1. Wat is de ultimate 1? Dat is deze toch wel. Weer een Amsterdam schoen. Ja. Pata. Ja, van deze serie is dit toch wel de mooiste in principe, toch? Of? Ik vind dit de mooiste, maar deze was ook nog wel betaalbaar toen de tijd. Deze heb ik dan wel resale gekocht. Ik was in de Cartesiusweg, was er een sneakerbeurs. En, ja. En deze stond bovenop en ik zeg, hey, wat kost die? Hij zegt, 6,5. Ik zeg, wauw, maar het is wel de schoen die ik wil hebben. Ik zeg, hey, ik ben echt helemaal verliefd op deze. Ik zeg, maar ik kan hem nu niet kopen, het is gewoon te veel geld. Ik zeg, maar aan het einde van de maand heb ik het 100%. Ja. Hij zegt, weet je wat? Ik hou hem apart voor jou. Komt goed. En eind van de maand had je je geld, van de maand, gebeld. Ik heb hem gebeld. En had hem nog. Gemiet en klaar. En het werd niet duurder. Hij werd niet duurder. Sick. 6,50. Ja, het is gewoon een kwestie ook van gunnen en ja, je gelijke ontmoeten, zeg maar. Dus ja. Dat is het leuke ook aan de scene, weet je wel. Elkaar gunnen. Dat is de top 5. Nou, een super top 5. Ik dank je wel, Nicky. Graag gedaan. Het was Woei, Kikken Door, deel 15 met mijn boy Nicky Fleuten, a.k.a. Nicky Fleuten op Instagram. Tot de volgende.